naar ons vierde webinar over de updates, resultaten, community of practice, afvalwaterprognoses. Wij gaan naar Wim de Blecour, die ons meeneemt in de rekenmethode die uit het project over metadata is gekomen. Hoe krijgen we nou de maximale pompcapaciteit inzichtelijk? Wat kunnen we daarmee zeggen over de DWA, de droogweerafvoer? Maar ook hoe kun je er dan mee werken en wat kun je daarmee? En daarbij zit uiteraard weer een vraag ook voor jullie over kunnen jullie helpen? Want het is een COP waarin je zelf actief mag zijn. Dus testen is hier een mooie start. Maar eerst het woord aan Wim. Wil je ons meenemen? Jazeker, heel graag zelfs. Moet ik ook even scherm delen. Als het goed is, dan is dat nu zichtbaar voor jullie. Helemaal duidelijk, dank je. Mooi. Wij zijn ook een groot aantal maanden zijn we druk bezig geweest om te kijken hoe kunnen we de metadata voor prognoses, hoe kunnen we die zo goed mogelijk gebruiken. Nou, dat hebben we voorgelegd aan de COP en het resultaat is dat, wordt goedgekeurd. En dat resultaat willen we graag nu delen met een ieder. Wie is dan wij? Dat is dan de projectgroep. En zoals je kunt zien zijn dat de waterschappen mooi verdeeld over ons land. En Haskoning en STOA was er ook in de projectgroep. De aanleiding was eigenlijk van de enquête van hoe doen we dat nou eigenlijk? Want daar kwam naar voren toe dat we meer inzicht hebben in het gebruik van de metadata. Hoe kunnen we het beste gebruiken, die metadata, voor prognoses? Het kwam ook naar voren dat de rekenmethodes die we nu nog hanteren heel erg verschillend zijn. En dat de informatie op verschillende manieren wordt gebruikt. En nou ja, hoe ziet het dan eruit als voorbeeld? Nou, hier zien we dan bijvoorbeeld een gemaal van, maar een ander waterschap die doet het op deze manier. En weer een ander waterschap op deze manier. En zo zijn er verschillende manieren van inzichtelijk maken van de beatmeting. Ja, en dat is nou wat we nou graag willen. We willen dat graag gaan standaardiseren. Daarmee dus betere kennisuitwisseling mogelijk te maken. En ook proberen daarmee dan ook samen verder het te ontwikkelen. De doelstelling die we hebben meegekregen is kennis uitwisselen en rekenmethode aanreiken. En dan over de gemeten DWA en de gemeten gemaalcapaciteit RWA. En deze informatie zou dan ons inzicht moeten geven in de werkelijke afvalwateraanbod en het verschil in de theorie en in de praktijk. En wat praten we dan over? We praten dan over het gemaal en het overnamepunt waar we dan, daar halen we de data vandaan. Allereerst de rekenmethode gemeten DWA. We hebben gemengd daar om daar twee methodes voor te gebruiken. Eén is de gemeten dagsom aan het DWA te delen door een factor. En twee is de maatgevende gemeten uursom aan het DWA selecteren. Ik zal straks uitleggen wat ik ermee bedoel. Ja, waarom twee? Nou, omdat beide methodes hebben een eigen waarde, een meerwaarde voor het analyseren van de gemeten DWA. Daarbij willen we nog even aangeven, als we praten over gemeten DWA, is dat altijd inclusief rioolvreemd water. Dus wees daarvan bewust. Methode 1. De gemeten dagsom aan het DWA delen door een factor. Ja, omdat we bepalen alle droge dagen van een jaar, zet je in een grafiek, zet je de dagtotalen van die dag in een grafiek. Hiervan bepaal je dan het gemiddelde en
Het gemiddelde deel je dan door een factor en zo kom je dan tot een kubus per uur. Het voordeel van deze methode is dan, ja, je ziet ook de pieken en dalen. Je ziet echt in het verloop van het jaar, zie je in de grafiek weer, wordt weergegeven. De werkwijze is eenvoudig te begrijpen. De werkwijze heeft overeenkomsten met het bepalen van de theoretische DWA. Ja, praten we ook over een factor. Een andere methode is de maatgevende gemeten uursom aan DWA selecteren. Ja, wat we daarmee bedoelen, dat bedoelen we dan mee van alle droge dagen pakken we de data van alle uren. Alle uurwaarden maken dat zichtbaar. En ik heb dat hier even ook proberen zichtbaar te maken. Als we praten hier over bijvoorbeeld dinsdag 11 januari, dan is dan van 's nachts 0 tot 1 uur. Is er dus een DWA aanvoer geweest, is er dus een aanvoer geweest, toen moet ik zeggen, van 74 kub. En zo kun je dus elk uur van de dag kun je dus dat zo dan inzichtelijk maken. En zo krijg je 24 waarden over de hele dag. Als je dan, nou ja, alle droge dagen, dus 12 januari was blijkbaar ook, is het ook betiteld als een droge dag, nou, die komt eronder staan. En zo krijg je alle waarden tussen, alle waarden die gemeten zijn tussen 0 uur en 1 uur 's nachts. En als je die waardes, al die waardes, daar kun je dus een negatief percentiel van bepalen. En dat in, nou, daar heb je dan die waarde kun je dan mee verder voor analyse. Even van wat wordt bedoeld met negatief percentiel. Ja, ik wil dat toch eventjes duidelijk maken, omdat het toch wel belangrijk is dat nou, wat dat inhoudt. Je kunt dus deze lijn, je kunt alle meetwaarden van hoog naar laag zetten. En dan kun je zo'n lijn krijgen van de bieten. En als je dan, als er bijvoorbeeld 100 metingen zijn, dan kun je dan zeggen van ik pak de 9e meting. Die pak ik dan en dat is dan de 90 percentielwaarde. En zo bepaal je dan wat dan 90 percentiel is, of 10, 20, 30, zo. Dat wordt bedoeld met die percentiel. Ja, van al die waarden van droge dagen kun je dus dan zeggen van, nou, dan heeft dus, die kun je 90 percentiel bepalen. En dan kun je het ook uitzetten in een dagcurve, zoals die deze 90 percentiel dagcurve is aangegeven. En we moeten tot een getal komen, dus dan zeggen we van, ja, de hoogst gemeten waarde van de 90 percentiel, dat is dan de gemeten DWA in kubus per uur. Dus dat zal in dit geval zal er iets zijn van 63 kubus. En zoals je ziet is dat dan de 90 percentiel, is al vrij uniek natuurlijk, hè, wat er gebeurd is. En dan ook nog de keer de hoogste waarde van daarvan te nemen, ja, dan kun je zeggen, ja, maar waarvoor dan zo'n vrij uniek moment? Ja, nou, we hebben gezegd, dat is vooral ook om te voorkomen dat er een discussie ontstaat dat de afvoer van DWA niet ten koste gaat van de POC. Dus met andere woorden, dat we ten alle tijde kunnen garanderen dat die DWA wordt afgevoerd. Ja, we hebben gezegd van ja, wij willen ook graag van aangeven hoe kun je dan zoiets inzichtelijk maken, hoe kun je dat dan visualiseren. Want je kunt wel eens tot waardes komen, maar ja, eigenlijk wat we mee beogen is dat het een soort communicatiemiddel wordt met gemeente of met een zuiveringsbeheerder of met een gemalenbeheerder om te kijken van ja, moeten we actie ondernemen? Want dit geeft alleen nog maar inzicht en met die inzicht moeten we daar iets mee. En dan heb je toch iets nodig om te bediscussiëren. En nou, op deze manier hebben we gedacht om dat te visualiseren. Je kunt hier zien dat als we zeggen van nou, de theoretische DWA zoals die berekend is 77.
Nou, in dit rapportage blijkt dus dat de gemeten DWA en dagsom, als we delen door 10, dat die 86 is. Maar als we dan de gemeten DWA met de 90 percentiel methode pakken, ja, dan is die 64 kub per uur. En het is dan al die waarden die zijn bepaald op 196 dagen. Nou ja, hier kun je dat dan zien hoe we het dan in de grafiek, hoe je dat dan kunt weergeven. Met dagtotalen. En dan hebben we gelijk het verschil proberen. En dacht van, als we dan ook nog even de verschillen van de maandag tot en met vrijdag en de dagsom van zaterdag en zondag inzichtelijk maken. Ja, dan dat zou een meerwaarde kunnen zijn. En hier, en daarnaast hebben we ook nog bijgezet van ja, wat is dan de verschillen tussen dag, de weekdagen en weekenddagen? Nou, dan zie je dat de weekenddagen dat net iets meer aan dagtotaal afvoeren dan de door de week. Niet alleen de dagtotaal, maar ook de dagcurve hebben we dus ook. Willen we ook visualiseren. Daar zie je dus dat de 90 percentiel lijn, deze lijn, die hebben we inzichtelijk gemaakt, maar we hebben ook de 50 percentiel lijn hebben we ook inzichtelijk gemaakt. Daar zul je bijvoorbeeld meer de werkelijke de vullingstijd van het stelsel beter kunnen bepalen, in plaats van zo'n uniek moment. Maar we hebben ook gezegd van, nou, hiermee kunnen we ook dus de verschil tussen de dag, dus de weekend en de weekdagen inzichtelijk maken. Dus en daarmee kun je dus in gesprek gaan en gezamenlijk kun je dan conclusies trekken en misschien ook wel aanbevelingen doen of aanpassingen afspreken. Wim Wolter zegt in de chat dat hier ook duidelijk erg real-time data aanwezig is. Wat je ook hier kunt doen met die dagtotaal is inderdaad zo. Je ziet hier dat je denkt van hé, wat is toch raar dat die zo al een keer zo'n mooie... inderdaad. Je kunt hier dan... Hier zou je dus kunnen dit zou een teken kunnen zijn van rioolbrengend water. Instroom van het oppervlaktewater. Of van grondwater. Ja. Dus maar het is dus niet alleen van dat ene getalletje van die gemeente, maar je kunt het gebruiken voor meerdere analyses. Kees heeft ook gereageerd op Mark en Jensen. Loes. Ja, ik vind het hartstikke mooi, Wim, dat weet je. ik vraag me nog even af, want die 77 die je laat zien, dat is is echt een norm, zeg maar. En dat is dan de DWA max voor piekbelasting. En je bent dan eigenlijk geneigd, misschien, weet ik niet, dat is een van de vragen, ben je nou geneigd om voor je RWA-berekening die 90 percentiel te gebruiken? En ja, ik zou er... twijfel daar erg aan, maar daarom in dat kader zou ik het wel interessant vinden of je, als je deze berekening nou doet over een aantal jaar, komt er dan ook een soort norm voor deze afvoer uit op de droge dag? Of fluctueert die ieder jaar? Want dat is dan weer afhankelijk van rioolvreemd water misschien. Ik vraag me af hoe constant deze is. Dat zou ik interessant vinden. Ja, dat is mijn persoonlijke ervaring, is dat wel. En we hebben een iets andere methode, maar deze DWA-methode, dat is toch wel wat we hanteren, is vrij vergelijkbaar. En daar zien we dat de DWA toch wel vrij constant is. Dus daar zit niet zoveel verschil. Er zit geen 30% verschil tussen. Het is eerder onder de 10. Dankjewel. Maar als het over meerdere jaren zijn, je kunt dan ook daardoor ook de groei kun je dan, van inwoners en industrie zou je dus ook misschien wel kunnen aantonen wat dat dan precies inhoudt. Maar eigenlijk zie ik dit ook meer als een begin van allerlei analyses die je dus daarna zegt van hé, maar dat kan ook, dat zie ik ook. En als we dat nog even doen, maar dit is gewoon het begin, we zitten eigenlijk in het begin van het meten. De rekenmethode, ja, gemeten gemaalde capaciteit RWA, dus dat is
Welke methode hebben we daar? Dat willen we dan selecteren op basis van niveaumeting per gebeurtenis. En daar hebben we echt gezegd, daar moeten we één methode hebben, omdat we daarmee kunnen zeggen van voldoet die of voldoet het niet aan de afnameafspraak. Nou, wat bedoelen we eigenlijk dan met een gebeurtenis? En dat wil ik graag met deze grafiek weer uitleggen. We hebben hier een voorbeeld van een gemaal waarin de niveaumeting in zicht gemaakt is en de debietmeting. En als het, je kunt zeggen, als het niveau, het waterniveau in het gemaal een bepaald niveau bereikt heeft, dan mag je verwachten dat hij de volle capaciteit draait. Dat hij dan dat hij op dat moment voldoet aan de afspraak. Dat niveau, dat kun je dus uitzetten in de grafiek. Nou, als je die lijn trekt, dan kun je ook gelijk zeggen, dat is dus het RWA niveau die je dan bepaalt. Dan kun je zeggen van, ja, wat is dan het begin en wat is het einde daarvan? En dat is dan één gebeurtenis. En van die gebeurtenis, daar pak je dan, dat is dan in het rood, is dan het debiet, alle data wat je dan hebt van binnen die debietmeting, binnen die gebeurtenis. Van al die gebeurtenissen kun je dus ook weer op een rijtje zetten. En dan zou je bijvoorbeeld zoiets kunnen krijgen. En deze data die je dan verzameld hebt, die kun je dan gebruiken voor een toetsing en voor een signalering. En wat bedoel ik dan eigenlijk bijvoorbeeld met een toetsing? Dat is dan, nou ja, de toetsing tussen theorie en de praktijk is eigenlijk. En daar kun je in zo'n grafiek, zul je dus de lijn van afnameovereenkomst, hè, de 400 kuub in dit geval, moet het gemaal doen. En je kunt zeggen van wat is dan de gemiddelde waarde van al die data, van verzamelde data. En nou, die vergelijk kun je dan maken. Om te zeggen van toetsing van voldoet hij of voldoet hij niet. Signaleringswaarde. Ja, wat kun je met de signaleringswaarde? Dat is van, ja, dat geeft net even wat meer inzicht over het functioneren van het gemaal. Voldoet hij ook naar verwachting? En daarvoor kun je dan ook weer die lijn uitzetten van die afnameovereenkomst. En dan kun je de gemeten 10 percentiel kun je uitzetten. En je kunt dus de gemeten 90 percentiel kun je uitzetten. Daarmee die 90 gemeten 10 percentiel kun je als een soort onderwaarde zou je kunnen beschouwen en zeggen van ja, wat doet hij op dat moment? En want een 10 percentiel betekent eigenlijk van ja, 90% van de tijd pompt hij meer pompt hij meer af. En daarmee zul je dus eigenlijk een soort onderwaarde kunnen bepalen en dan die met die 90 percentiel zou je eigenlijk een soort bovenwaarde kunnen bepalen. Nou ja, dat kun je toetsen, zeggen van ja, is dat goed of is dat niet goed? Vinden we dat erg of niet? Daarvoor zou je dus een lijn kunnen uitzetten ten opzichte van de afnameovereenkomst. Nou ja, in dit geval hebben we daar 10% voor genomen. Dus daardoor ontstaat er een soort toetswaarde laag en een toetswaarde hoog. Ja, die 10% erboven. En dan kun je kijken van zit die 10 percentiel en die 90 percentiel zit hier ertussen. Nou, die waarde die kun je dus, nou ja, kun je dus even in een tabelletje zetten. Om wat duidelijkheid te krijgen. En dan hier kun je dit zou betekenen van, nou, de afnameovereenkomst is 400. De gemiddelde waarde is 398. En 10 percentiel is 390. Dus nou, dat zit er vrij dichtbij allemaal. En die 405 dus. Ja, eigenlijk zou je zeggen, dit gemaal werkt eigenlijk perfect, want die, nou ja, die zit heel goed bij de afspraak en heeft geen hoge en lage waardes. En
We hebben ook nog een keer inzichtelijk willen maken dat we dan, zeg maar, op basis van 17 gebeurtenissen hebben we, nou ja, hebben deze conclusie, hebben deze waarde, hebben we toen, is het zeker bepaald. Nou, hier, en dan is het van het signaal van gaan we aanpassen of niet. Ja, we hebben deze methodes, die, nou ja, die hebben we ook weer gezegd, want dat willen we graag ook weer visualiseren, ook om weer in gesprek te gaan met de betrokkenen, met gemeenten, met nou, gemaalbeheerder, van willen we wat mee. En hier is het ook weer zo, hier hebben we de afnameovereenkomst, dus dat is dan weer de theorie. En hoe verhoudt je zich met de gemiddelde waarde en 10 percentiel waarde, 90 percentiel. En nou ja, dit is, in dit geval is dat ook gebeurtenis van 8 van de gebeurtenissen. En dat, nou, hier staat dan net toevallig niet, die moet nog de gemiddelde waarde moet hier nog in toegevoegd worden, maar nou, dat plaatje liet ik net zien. Nou, dit zijn dan de bitmetingen per gebeurtenis, maar en de niveaumetingen per gebeurtenis. Je kunt hier dit zien, dat zijn twee gebeurtenissen geweest die dan toch wel, die te behoorlijk lager zitten. Ze zeggen van, hoe kan dat? Dus dat zou een aanleiding kunnen zijn om die gebeurtenis eruit te pikken. En dat is dan, ik kun je hier zien, dat is dan 2 aan de kleur 20 februari geweest en 21 februari. Ja, wat is de aanleiding geweest dat die zo weinig van die heeft verpond? En je hebt hier nog het hele verloop van de gedurende het jaar met de gebeurtenissen die we dan gekozen hebben. Dus die 28, als het goed is, moet je hier dan 28 oranje puntjes zien. Ja, nou, wat ik aangaf is, ja, je kunt er eigenlijk veel met zo'n visualisatie of met die data kun je veel meer doen dan alleen maar een vergelijk maken van wat is de gemeenten DWA en wat is de gemeenten gemaalcapaciteit RWA. Je kunt ook veel beter inzicht krijgen in de daadwerkelijke hoeveelheden van afvoer en door die dagtaal. Je kunt de vullingstijd kun je ook veel beter inschatten. Vooral als je dan die 50 percentiel pakt. Dan, dat is een vrij normale dag zou dat moeten zijn. Dus dan kun je veel beter inschatten wat de vullingstijd is. En de karakteristieken van een afwateraanbod kreeg dus dat veel beter inzichtelijk. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, het kan duiden op rioolvreemd water, maar de seizoensinvloeden die kun je hier meer inzichtelijk maken. De weekendverschillen. Ik heb hier wel staan. En ook natuurlijk de POC. Het kan namelijk zo zijn dat de gemaalcapaciteit lager is. En de gemeten gemaalcapaciteit lager is dan de afnameafspraak. Maar als de DWA ook lager is, kun je dus zeggen van, hé, maar mijn POC-gedeelte wat ik afgesproken heb met de gemeente, is wel wat we afgesproken hebben. Nou ja, en dan zou het aanleiding kunnen zijn om te zeggen van, nou ja, dus eigenlijk hoeven dus niet het gemaal aan te passen, ondanks dat hij minder doet dan de afspraak. Nou, dat is een voorbeeld hoe je dan die gegevens dan kunt gebruiken voor je prognose. Ja, we hebben wel een aantal rekenmethodes. Het was toch wel een hele discussie elke keer van ja, wat moeten we wel toepassen en wat niet. Wij denken dat dit een hele goede methode is. Alleen ja, we hebben dit getest op maar een beperkt aantal gemalen. Maar het zou veel mooier zijn natuurlijk als we dit dan breed uit gaan testen. En dus heel veel gemaal rapportages gaan maken om te kijken van ja, is dit wat we eigenlijk willen zien? Hè, of zijn er nog meer, willen we nog meer dingen inzichtelijk maken? En daar willen we graag jullie hulp vragen en het oproep om van wie wil ons helpen met het evalueren van deze methode door middel van een tijdelijke format.
En die tijdelijke format, die kan ik dan aanbieden in de vorm van een Excel. Is niet, ik wil er wel even benadrukken, dit is niet de uiteindelijke tool die we zeggen van, nou, die moet gebruikt worden, maar die wordt alleen maar gebruikt voor deze evaluatie. En dan willen we graag dat we zo rond 15 september, dat we dan de evaluatie binnen hebben en die we dan kunnen gebruiken voor het beter maken van deze rekenmethode. Dus het oproepen aan ieder van wie wil dit testen. En daar kun je bij mij aanmelden. Aan dit e-mailadres van mij. En dan stuur ik jou de format op met de nodige uitleg erbij. Dus met andere woorden, de stip aan de horizon die wordt steeds beter zichtbaar. Super. Zijn er vragen? Ik zie direct Livien. Ja, Wim, bedankt. Mooi verhaal, dat RWA-gedeelte. Ik ben er wel blij mee dat jullie dat zo eens uitgezocht hebben. En ik ben ook benieuwd of we daar ook landelijk tot een uniforme methode kunnen komen. Want volgens mij doet iedereen het anders. Dat DWA-deel, dat vond ik eigenlijk toch ook wel erg interessant. En met name de vraag, waarvoor gebruik je het aan de voorkant? En volgens mij gebruiken we die DWA bijvoorbeeld voor ontwerpen van pompen, hè? Van hoe ontwerp je nou zo goed mogelijk een pomp, daar heb je je DWA voor nodig. Op een zuivering kan je DWA nodig hebben voor het ontwerpen van bijvoorbeeld nabehandelingsstappen. Maar je gebruikt je DWA ook voor het vaststellen bijvoorbeeld van de POC en de totale afnamehoeveelheid. Dus er zijn verschillende doelen en ik kan me ook voorstellen dat per doel een andere methode eigenlijk hoort. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is die kamelenbulten. Ik moet bij ons toch altijd best wel mijn best doen om die uit het systeem te trekken, omdat alles op minutenwaardes erin zit. En dan moet ik allemaal vragen om op de uurbasis mooie grafiekjes te maken. Ik zou het ook wel mooi vinden als ik uit het systeem voor mijn gemalen altijd een hele mooie standaard kamelenbult kan halen. Van dit is nou de DWA-profiel van mijn gemaal, dan wel zuivering, zeg maar. Dus wat ik mee wil geven, of de vraag eigenlijk van, hey, kijken jullie ook naar wat zijn de doelen waarvoor je het gebruikt in relatie tot de oplossingsmethodes? En als extra vraag van, en kan je ook dat je dan met één druk op de knop of zo uit die data dan mooi je gemiddelde kamelenbult haalt, zeg maar, je profiel, zodat je die aan bijvoorbeeld een leverancier mee kan geven die een pomp gaat ontwerpen? Eigenlijk is de, dan moet je even terug, dan dus deze, hè? Als we praten over DWA, die kamelenbult, wat we eigenlijk zeggen is van, we willen eigenlijk alleen maar eerste instantie aantonen wat is de gemeten DWA en die kun je dan vergelijken met de theoretische DWA, hè? Dus wat we dan in de prognose is opgenomen en daar kun je dus in gesprek gaan met de gemeente of met een adviesbureau van hey, ik meet dit en jullie zeggen dat, hoe kan dat verschil ontstaan? Mijn ervaring is dan dat ik al gauw kan overtuigen dat de praktijk meer waarheid bevat dan de theorie. Dan zou je dus die theoretische DWA zou je dus kunnen aanpassen en dat zou dus een mindere afname overeenkomst voor op de zuivering betekent dus minder aanvoer naar de zuivering. Maar in deze rapportage die wordt komt tot stand door de hoogfrequente metingen. Als jullie zeggen van nou wij meten eigenlijk elke minuut. Nou die metingen die kunnen dus daarin gestopt worden in deze rapportage. En daar kun je mee spelen wat je wil. De vraag voor een adviesbureau. Ja, ik heb wel menig hier dat er dan een herberekening van het rioolstelsel wordt uitgevoerd. En dan zeg ik van ja, ik heb van de afgelopen 3 jaar heb ik van elke minuut een debietmeting. Ik zal die even opsturen. Stuur ik dan deze rapportage op. En nou ja, dan kunnen zij hun model valideren op die datagegevens. En ik zie dat er steeds meer gebruikt wordt om toch nog beter inzichtelijk krijgen hoe het nou daadwerkelijk functioneert.
Oké, bedankt. Ja, uiteindelijk, ik zie hier drie verschillende DWA's, zeg maar. En de vraag is eigenlijk van, gaat nou elk waterschap afzonderlijk bepalen? En nog een grafiek, zeg maar. Hè? Dus er zijn er eigenlijk vier. Gaat elk waterschap afzonderlijk bepalen bij welk getal, bij welk doel hoort, zeg maar. Hè? En in samenwerking met gegevens dan wel pompleveranciers of wat dan ook. Of willen we aan de voorkant eigenlijk bepalen, gezamenlijk met expert judgment van... volgens mij moet je voor je basisrioleringsplan of voor je afspraak uitgaan van... theoretisch, want rioolvreemd water of werkelijk minder rioolvreemd water, want rioolvreemd water treedt bij regen weer minder op omdat er dan druk op de buizen zit bijvoorbeeld, dus moet je dan wel van je gemeten DWA uitgaan plus je POC bij een ontwerp van een pomp, waar moet je dan van uitgaan? Dus gaan we het allemaal een beetje zelf bepalen met dit grafiekje in gesprek, zeg maar, of willen we eigenlijk meer naar wat richtlijnen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, het zal mooi zijn natuurlijk als we meer richtlijnen hebben. Dat zou het allermooiste zijn. Alleen, ja, net ik al zei, we zijn eigenlijk aan het begin van het meten. Dus ik zou zeggen, van daarvoor hebben we ook die testperiode. De ervaring die willen we eigenlijk graag van jullie vragen. Om te kijken van, nou, wat is dan de beste mee? Wat kunnen we nou hiermee? Maar ja, ik denk dat het moeilijk is dat om te zeggen van alle waterschappen moeten nu met die 90 percentielwaarde moeten verder om die vergelijk te maken. Als andere waterschappen zeggen van ja, maar ik zie toch heel veel meer waarde om die dagsom te gebruiken. Dus, eigenlijk is er meer discussie. Kees, wil je volgens mij wat aanvullen? Dan gaan we naar Cornelis. Ja, in de rapportage wordt nu de DWA-dagsom bepaald, maar ook op de uurwaarde. En in de rapportage is wel aangegeven waarvoor, voor welke verschillende doelen je welke waarde het meest logisch kan gebruiken. Dus daar wordt wel een voorstel voor gedaan van, nou ja, als je wat de afnamecapaciteit wil toetsen, dan is deze waarde logisch. En wil je naar een ontwerp van een gemaal, dan is deze waarde logisch. Dank je voor deze aanvulling, Kees. Cornelis, mag ik jou doorgeven? Nog even je geluid aan. Nou, zo gaat het als het goed is wel goed. Hey, ik ben langdurig betrokken geweest bij gemeente Rotterdam. Bij een vergelijkbaar project, maar met een andere insteek. Dat zat iets meer op het vlak van het operationeel kunnen bewaken van al die dingen. En de data überhaupt kunnen ontsluiten. En er zitten vergelijkbare elementen in, maar vanuit een andere behoefte. Wat ik wilde meegeven is dat we ontzettend veel te maken hebben gehad met fouten in data. Variërend van eiking, uitschieters, weet ik het allemaal. En daar zit best wel wat lessen in om daar verstandig mee om te gaan. Dus ik zou willen vragen van hoe is daarmee omgegaan. Maar ook van, nou, daar zitten best wel wat mogelijkheden in. En ook in wat voor analyses je maakt. Die lijken op wat Wim ook zei aan het begin. Maar ze zijn anders gevisualiseerd. Ik zou bijna willen suggereren, het is misschien goed om dat een keer aandacht te geven. En dat hoeft niet vandaag. Maar als opening. En eigenlijk wel de vraag, ja, hoe zijn jullie omgegaan met meetdata? En wat daar ook een rol speelt is, het is ook veel meer de diepte ingegaan bij individuele onderliggende bemalingsgebieden. En daar komen andere vragen ook naar boven. Ook hoe je de data, waar je op toetst, want, Wim, jij gaf heel mooi die threshold folio aan waar je op toetst, ja, die moet je ook ergens uitkrijgen. Nou zit dat op het grensvlak van waterschap en gemeente, want zeker een stad als Rotterdam voert rechtstreeks af naar de eindgemalen. Dus ik wilde daar gewoon complimenten, maar ook van hoe is het omgegaan met fouten in data. En als je dat herstelt, gaat dat ook effect hebben op die platen? De data, onze opdracht was een rekenmethode aan te rekenen. Hè. We hebben eigenlijk heel bewust niet gezegd van ja, maar we willen ons niet in de kwaliteit van die data springen. Want dat is, eigenlijk is dat een vak apart. Maar wat wel een soort veiligheid is die team en die percentielen. Hè. We hebben niet gezegd van we gaan alle data, maar we willen daar een 90 percentiel voor pakken. Om daarmee dus de uitschieters die dan dat meten te ondervangen. Je zou eigenlijk dan ook nog afspraken moeten maken van ja, om die kwaliteit van die data te verbeteren. Ja, dat ja,
En wat ik er vooral mee bedoelde, je kunt eisen eraan stellen, hè, waar je op getoetst wil hebben en dat soort dingen. En wij hadden die 90% hadden op een 95% percentiel van gemaakt, zeg maar. Plus, ja. maar instelbaar. Dus ja. Daar zit ook de overlap. Ja. Ik zou het eigenlijk als suggestie mee willen geven, dat is helemaal kapot getest. Ook in praktische zin dat het goed werkt. Ja. Er zitten denk ik best wel wat mogelijkheden in om ook lessen uit te trekken. Of misschien er tegenaan te houden. Ja. Nou, wat wij de format die ik zal toesturen, die heeft die mogelijkheid om zelf te bepalen wat de percentielwaarden zijn. Ja. Ja. Dus en dan zeg je van nee, ik ga eens kijken wat het gebeurt als ik er een 80 van maak of 95 van maak. Dan zou je dus zelf die analyse kunnen maken van hey, ik zie dat verschil. En zo ook bijvoorbeeld van we hebben de droge dagen is gedefinieerd van er mag niet meer gevallen zijn als 0,5 millimeter per dag. Daar hebben we ook een variabele van gemaakt en gezegd van ja, maar als dat bijvoorbeeld 0,1 is, wat zien we dan? Ik heb zelf al gezien dat dan best wel wat dagen afvallen. Omdat buienradar is toch niet zo betrouwbaar om. De kans dat dat toch best wel een dag geweest is waar wat regenval is, terwijl je daar op die moment niet wordt aangegeven. Dus zo kun je dan, hebben we de mogelijkheid om te spelen en hopelijk zoveel mogelijk ervaringen op te doen, zodat we dan de methodes veel beter kunnen perfectioneren. Ja, lijkt me helemaal goed. Prima. Ga vooral door. Ja, zullen we zeker doen. En er wordt meer vragen. Andere vragen, ja. Hoe kunnen we aan de rapportage komen, Wim? Hij staat nog niet op de website, zie je. Ik heb net even gecheckt. Eens even kijken. Want dat heb ik in mijn. Ik zal het nog even weer laten zien wat mijn e-mailadres is. Dus je kunt naar mij toe mailen. En ik denk dat als je het in de link zet van de teams, dan kunnen we kun je mij benaderen. Dus alleen, je hoeft maar alleen maar je naam aan te geven. Je geeft mij een e-mail. Ik heb behoefte aan de tijdelijke format. En je krijgt hem opgestuurd. En dat zal denk ik dan, naar verwachting zal het volgende week zijn. Maar dat gaat over het format? Want er hoort ook een rapportage bij. Die rapportage die moet je dan zelf, dat is dan de test. Dus de data voor het maken van die rapportage, die moet je zelf in stoppen. En hoe je dat dan doet en waar je dat dan doet en hoe dat allemaal werkt, dat staat ook in die tijdelijke format hoe je ermee om moet gaan. De toelichting, maar Bert zegt al, uiteindelijk moet dit een STOA-rapport worden, STOA-HWA-rapport. Dus dat lijkt me een goed streven. Nou ja, omdat dit nog eigenlijk een testperiode is, dus na die testperiode zullen we dus conclusie trekken. En dan denk ik ook inderdaad dat dan dat officieel kunt maken. Ja. Mooi. Volgens mij een heldere afsluiting van een mooie serie. Als er nog nabranders zijn, hoor ik ze graag. Wim, dank je wel voor voor het vele werk al. Klaar voor het te testen, zou je kunnen zeggen. Daarmee sluiten wij deze serie webinars. We hebben er 4 gehad. We zijn meegenomen in een GeoViewer en de mooie resultaten en potentie daarvan. De prognosetool die in opbouw is. We hebben vandaag het R-woord een paar keer gehoord. Toen we hier een aantal jaar geleden mee starten en Kees moet al lachen, was het R-woord, had een andere betekenis. We zijn echt heel veel stappen verder. Tof. De data science, het beeld houden waar Jeldrik ons in heeft meegenomen en de uitnodiging van Wim om in te stappen voor te testen. 4 compacte, goed inhoudelijke webinars. Dank. Om 12 uur zijn er wat mensen uitgestapt, langzamer zeker. Dus we lopen ook tegen ons einde. Ik wilde als laatste nog eventjes jullie meenemen in een oproep die ik aan het begin van de ochtend ook deed. Dat is,
Meld je ook aan voor nieuwsbrief en noteer vast 11 oktober in jullie agenda. Dan is een mooi live event gaan we ervan maken, een fysiek event, een dagvullend programma over de prognosepraktijk en waar we staan met elkaar. Dus dank voor jullie deelname nu. Mochten er nog nabranders zijn, we hebben nog een paar minuten voor algemene vragen of toelichting. Dus daar is nu nog net gelegenheid voor. Zijn er mensen die daar gebruik van willen maken? Opmerkingen, vragen, toelichting. Volgens mij zijn wij helemaal voldaan. Zo concludeer ik dan maar eventjes. Vol van kennis gaan wij de dag vervolgen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet van het mooie weer. En hopelijk tot in oktober. En in al het projectenwerk daartussendoor. Dank ook voor alle mensen die de presentaties hebben gedaan en voorbereid. En met de teams die daarachter werken. Dus merci en ga zo door. Dank allemaal.